Waarom het de Snow Canyon heet, dat weet ik niet. Dat wil ik eigenlijk even opzoeken. We zijn nu in de Snow Canyon. En ja, weinig sneeuw, maar toch heeft het deze naam. Snow Canyon ligt vlakbij St. George. Een beetje ten noorden van St. George. En dat was anderhalf uur rijden van knap. Ik heb jullie nog helemaal niet voorgesteld aan de auto. Dit is het. Het is een Toyota Camry die ons rondreist door deze prachtige natuurgebieden. Met deze auto, met dank aan deze auto, deze huurauto, hebben we het toch allemaal gered. Momenteel bezig aan de Red Mountain Trail. Dat is een trail van ongeveer 2,5 mijl heen en dan 2,5 mijl terug. 5 in totaal. Deze trail zal ons naar een prachtig viewpoint leiden. Aangekomen op de top, of eigenlijk aan het einde van de route van de Red Mountain Trailhead. En nou ja, dan kom je dus bij dit uitzichtpunt. En dan kan je dus zo helemaal over de vallei heen kijken. Ik weet niet of je het kan zien, daar in de verte heb je dat dorpje. Een soort ja, gebouwen, huizen, het is een dorpje. St. George is dat. Ik sta nu wel op een veilige plaats hoor, maar moet je maar even kijken. Als ik toch eventjes hier in de camera werp. Dat is toch wel een vrij hoog geval. Waarom het de Snow Canyon heet, dat weet ik niet. Dat wil ik eigenlijk nog even opzoeken. Mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de toppen een beetje wittig zijn. Ja, lijkt op sneeuw, wit sneeuw. Het kan zijn dat het hier veel sneeuwt. Weet ik niet. Het is vernoemd naar meneer Snow die het gesticht heeft. Nou ja, weten we dat ook weer. Hè? En hoeven we ons de illusie niet waar te maken dat deze dag de enige dag is dat er geen sneeuw ligt bijvoorbeeld.